Ja, het blijft natuurlijk bizar dat er zo'n onderzoek pas na 31 jaar komt. En dat er zo'n intensief onderzoek niet kort na de ramp is gebeurd. Het aangekondigde bodemonderzoek rondom de Bijlmerramp roept bij betrokkenen nieuwe vragen op. Gisteren werd bekend dat de gemeente gaat kijken of er tijdens bluswerkzaamheden na de vliegtuigcrash in oktober 1992 te veel schadelijke PFOS in de bodem terecht is gekomen. Loni van der Kleij was de laatste 30 jaar vanuit de werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer nauw betrokken bij de ramp. Dat er na bijna 31 jaar opeens een onderzoek gaat komen, terwijl we de eerste jaren na de ramp zo erbovenop hebben gezeten, omdat iedereen hier dacht, er zijn giftige stoffen, en we kregen steeds maar te horen dat dat allemaal wel meeviel. Dus we weten nu dat die PFAS-stoffen riskanter zijn dan dat we vroeger dachten. Ja, en op het moment dat je het weet, dan ga je direct iets doen als er heel veel risico's direct zijn. Maar omdat het zeg maar afgedekt is, het zit zeg maar onder de grond, onder de grasmat, onder de verstening, zijn er eigenlijk ook nauwelijks risico's. Hoewel PFOS dus schadelijk is voor mens en milieu, is er volgens de GGD geen direct gevaar voor omwonenden. Maar hoe zit dat met de mensen die hier 31 jaar geleden woonden? Honderden mensen werden na de ramp onverklaarbaar ziek. Als je kijkt naar die PFAS, dan moet je heel lang zeg maar, dat inslikken. Jarenlang voordat die effecten zich gaan openbaren. En de ziektes die mensen noemen als gevolg van zeg maar, wat er in de Bijlmer is gebeurd, ja, dat past niet zo bij die PFAS. Het is onwaarschijnlijk, maar ja, ik zei net al, zeker weten doe je het niet, want we zijn er niet bij geweest. We weten niet wat die mensen toen binnen hebben gekregen. Dus 100% zeker ben je dan nooit. Hoewel Van der Kleij liever had gezien dat het onderzoek eerder was ingesteld, is ze blij dat de gemeente het na al die tijd alsnog laat doen. De eerste jaren na de ramp werd er geen enkel verband gelegd door de overheid dat er gevaarlijke stoffen zouden zijn die de gezondheid van de mensen zouden hebben aangetast. Dus daarom is het gewoon goed dat er nu het initiatief is genomen door de gemeente met de kennis die er nu is om die stoffen nog eens goed na te kijken en de resultaten daarvan aan de bewoners mee te delen.